Hey jongens, ik ben het weer Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag heb ik voor jullie weer wat live Call of the Ghost. En vandaag is het episode 4 van Live Welke Game Mode. En vandaag is het Search and Rescue op Strike Zone. En ik ben benieuwd of we gaan spelen en welke Strike Zone we krijgen. Want er is natuurlijk ook een Chemstrike versie, dus ik ben benieuwd welke we krijgen. En dan pas kan ik oordelen hoe we gaan spelen. Als je die Chemstrike versie krijgt via rechts. En als we de gewone versie krijgen via links. Dus moet ik uitleggen, ligt ook aan welke span we krijgen. Dus gewoon even afwachten en we zien het vandaag wel. We hebben de gewone versie en we spannen aan de goede kant van de verkeerde kant. We spannen aan de goede kant. Dan ga ik nou via links. Of ja, die andere kant is ook goed, maar via deze kant ga ik dus via links. En als deze de Chemstrike versie was, ging ik via B. Dat is denk ik makkelijkst om uit te leggen. Maar nou ga ik dus eigenlijk gewoon YOLO door het midden. Hopelijk heeft dat zin. Het team blokt mij als een motherfucker. Kan hier niet langs. Come on. Die hebben. Headshot. Mooi, die teammate heeft dat al. Oh, zij hebben de bom gepland. Denk ik, wij hebben hem al gepland. Gekke. Dat doen ze ook snel. Zullen we even die tag pakken, jongens. Want, dat is misschien wel makkelijker. Ik pak hem mooi voor zijn neus weg. Shit, nou, dan sta ik wel heel stomme positie. Misschien hier zo. Nee. Even kijken, is er nog iemand? Er is nog één persoon. Ik had twee, maar er is nog eentje. Daar, jongens. Gekke. Defuse die shit. Oké, dat doe ik wel. YOLO. Volgens mij was er nog eentje. Nee, dat is niks meer. Dat dacht ik al. Empty. Mooi. Nou, dat was een mooie, snelle eerste ronde. Veel puntjes gekregen. Ik heb mijn ding al binnen. Mijn UV. Of hoe dat ding ook heet. Ik vergeet altijd hoe de UV hier heet. Het is geen UV. Het is 5 tegen 5. Gewonnen. Dit is ook serieus een hele kleine map. En ik zal jullie iets vertellen. Nou, weet je wat? Ik vertel het jullie niet. Ik maak er een video over binnenkort. Ik probeer die vandaag of morgen te uploaden over deze map. Misschien kennen jullie het al. Maar ik vond het echt mind-blowing toen ik het zag. Dus stay tuned en hou mijn kanaal in de gaten, want dan krijg je die speciaal zien. Als je in ieder geval nog niet alles weet over deze map. Dat was heel stom van mij. Maar ik ken hem wel, het belangrijkste. Nou, die teammate dacht even een enemy was. Pas op daar jongens, waarschijnlijk bij die trap. Ik kom nooit graag bij die trap. In dit spel zijn die trappen zo stijl dat je gewoon die mensen niet ziet. Die hebben we ook. Er zit er nog eentje of zo, ik weet niet. Gotcha. Ik ga even al die tags pakken. Dat is handig. Hoeveel punten krijg je daar wel niet van al die tags trouwens? Dat is echt niet normaal. 5-0. Ik heb dit er iemand zitten campen. Ja, ik kan het zeggen. Ah, hij lacht op de grond. Ik had hem serieus niet gezien. En dat is mis. Maar ik had serieus niet gezien dat hij er lag. Ik dacht dat hij achter die balie zou headglitchen. Dat hij op de grond lag te campen, ja. Dat is fucked up. Teammate pakt mijn tag waarschijnlijk. Dat is het enige waar ik jullie al mee kan geven. Snipen in Search and Rescue heeft niet heel veel zin. En dat komt omdat als jij iemand neerschiet, wordt ze 9 van de 10 keer toch gerevived. Tenzij jij gewoon op die tag blijft aimen, hardscope, campen, noem maar op. Dan misschien niet. Maar ja, in ieder geval de eerste twee rondes hebben we gewoond. 5 main, ik ga weer vies dood. Dat is een campje met sniper, maar oké. Kan erger, alleen anders had ik die Trinity Rocket alweer gehad. Dat is kloten. Maar ja, gaan we weer via het midden. Ik weet niet, ik heb het idee dat ze nou mij zitten op te wachten. Ik zit even te denken wat ik met die hond moet doen. Ik kan hem gewoon in. Ik ga naar het midden toe. En hopelijk dat die hond van mij om de hoek gaat kijken. Ik verwacht hem mee gestunt. Kijk om de hoek, hond. Loop door! Oké, hij loopt niet door. Dan ga ik ook niet. Ik zie niks daar. Gotcha. Altijd oppassen bij die trap, zoals ik al zei. Nou, had ik niet verwacht dat hij niemand was. Net toen ik al sprong zag dat niemand was. Dat ding had ik niet gezien. Sowieso ligt daar links in de hoek een sniper. 100%. Ik ga die kant ook niet op zo. Ik weet niet wat slimmer is. Dit of die andere kant op. Maar ja, we gaan even kijken. Ik weet dat daar gewoon een camper zit. Dit is zeker. Schoot die teammate op mij? Dat was een hond. Lol. Ik dacht dat mijn teammate was op de kaart. Eens kijken of hier nog iemand ligt. Zal die sniper daar weer op de grond liggen? Nope. Toen maar voor de zekerheid schieten, want de vorige keer schoot ik ook niet. Ik dacht dat het gewoon niks was, maar het gewoon donker was. Weet je, donkere hoek. Daar ligt er iemand met een of ander zwart pak aan. Oké, fuck dit. Ik vind het serieus echt een leuke game mode worden. Dit is eigenlijk de game mode die ik laatst uit enorm veel speel. En het is 2 tegen 2. Hij moet defusen. Ik hoop dat die team meegaat. Ik heb ook nog een hond, dat scheelt. Gotcha. 2 tegen 1. Teammate is dood.
Ik weet niet waar die enemy was. Volgens mij had hij een shotgun, daarom ik ben heel even voorzichtig bezig. Pak dat ding, goed zo. Even helemaal buitenom als hij een ding heeft. Teammate kan defuse, hè? Defuse hem. Defuse hem, teammate. Je kunt het, juist. Is je hem aan het defuse? Hij is hem niet aan het defuse. Shit, hij was dood. Nee, ik dacht mijn teammate aan het defuse was. Fuck. Ik dacht serieus dat mijn teammate aan het defuse was. Hij was al dood. Hij was gesniped. Nou ja, daar kan ik dan ook niks aan doen. Dat was best wel bad. Ja, ik dacht op het laatste moment, dat ik dacht, nee, weg, weg, weg. Ik was op zich best ver weg. Kijk maar. Nou ja. Helaas, 8-2. Teammate 0-4. Die gaan we toch niet verliezen, jongens. Die gaan we toch niet verliezen. Zo had zin, hè. Ben aan het recorden, dan ga je fucking lelijk dood. En dan verlies je alles en bla, 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 bla. Nou ja, we gaan het gewoon proberen. Nou kunnen we aanvallen. Als ik gewoon even die bom krijg, dan fix ik dat wel. Dan gaan we sowieso wel winnen. Maar die bom... Oké, geef me de bom dan niet. Dit vind ik altijd moeilijk, wat ik hier moet doen. Ik ga altijd zo. Ik ben altijd bang voor die kant, dat de enemies komen. Ik hou toch even die kant in de gaten. Ah, hij heeft mijn kill. Vieze rik. Oh jongen, hoe had ik die? Die was echt fucking nice. 1 beurs, ja, dat is met die wapen. Die wapen is super sterk. Je moet wel met beurswapens overweg kunnen, anders ja, dan houdt het natuurlijk op. Maar als je eenmaal goed bent met de wapen, jongens, dan ben je gewoon de koning. Ik denk zo sterk. Ik bewaar die UV niet, want ik moet nog 1 keer en dan heb ik er alweer in. Ik noem het nog steeds gewoon een UV. Hè. Het is een setcom. Ik noem het altijd UV's. Maar dat is met heel veel dingen. Die worden steeds van naam veranderd en zo. En dat gaan ze allemaal moeilijk doen. Ik bedoel, hou het gewoon de naam dat het was. Verzin geen onzin. Moet oppassen trouwens voor die sniper. Ik weet niet of die er nog in zit. Volgens mij is daar geen sniper de laatste. Waarom gaat die teammate om die planten bij B? Snap ik niet. Maar hij gaat hem nou planten bij B. Sowieso zit die enemy bij A. Oh, waar zat die? Oh, fucking hell. Moet je hem zien? Ah, dat is een slimme spot. Slimme spot. Hebben we toch wel gewonnen, neem ik aan. Ja, het is 3-1. 10-3. Het is nog een 3-0 KD, dus het maakt in principe niet heel veel uit. Mijn KD was bij het begin heel laag. Ik ging echt enorm slecht in het begin. En nu begin ik steeds vaker gewoon redelijk goede scores te krijgen. Gewoon redelijk goed bedoel ik dus altijd gewoon 3+ KD. Heel vaak ook als ik domination doe, gewoon 4 of 5+. Dus mijn KD die gaat er gelukkig omhoog. Want bij het begin, toen was hij... In het begin, helemaal in het begin, was hij echt hoog. Toen had ik potjes van 33-1 volgens mij. Toen was hij enorm hoog. Toen bleef hij even rond de 5 hangen. Toen ging hij eens heel snel naar beneden. Toen speelde ik heel slecht. En toen ging hij naar de 2.70. Toen naar de 2.20. En nu gaat hij weer omhoog. Dan gaat hij weer naar de 2.50 toe. En als ik zo door ga spelen, gaat hij weer naar de 3 toe gelukkig. Want hij hoort wel op de 3 te zitten, vind ik. Bij mij. Want ik speel eigenlijk bijna altijd 3.0 KD. En zo doen we dat, jongens. Hoppakee, trippakee, als een baas. Oké, deze winnen wij. Hoop ik. Als we dit verliezen, even al die... Die andere tag daar, die... pak ik ook even mee. Oh, iemand wou hem op kon pakken. Moet wel oppassen als zij dat ding niet gaan defuse, hè. Zo'n stealth defuse. Ik zie snel niks. Waar is de laatste enemy? Ik wou zeggen, misschien zit hij in de spawn, maar... Nope. Hoppakee, 14-3. Search and destroy. Of search and rescue. Ik noem het nog steeds search and destroy. Ik ben echt oldschool, jongens. Ik noem al die dingen gewoon zoals ze eerst heten. Dat is ook altijd bij... Welke dingen was dat altijd? Stok en stalk en al die dingen. Dat is ook allemaal precies hetzelfde. Maar weet je, dat noemen ze steeds anders. Maar in ieder geval 4-1. Dit was Search and Rescue. Ik heb ook nog een leuke gameplay voor waarschijnlijk voor morgen. En dat is ook een Search and Rescue. Ik had daar bijna 30 kills. Ik speelde 4 tegen 6. Dus ons team 4. De enemy team, of het enemy team had 6 mensen. En we hadden bijna gewonnen. Ik deed bijna alles solo. En de enemies waren Nederlanders. En die begonnen allemaal te huilen. Omdat, omdat ik zogenaamd kende. Dus... ik hoop dat jullie die gameplay sowieso leuk gaan vinden. Want die komt sowieso binnenkort op mijn kanaal. Maar ja, in ieder geval, dat zullen jullie binnenkort wel zien. Ik zou zeggen, hou mijn kanaal even in de gaten. En dit was de gameplay. Als jullie de gameplay leuk vonden, laat alsjeblieft een like achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houden we. Hey jongens, als laatste wil ik nu even iets vertellen. En dat is een tribute die is gemaakt voor mijn kanaal. JN Domino heeft een video gemaakt waarin hij een bouwwerk laat zien. Dat hij dus heeft gemaakt speciaal voor mijn kanaal. En dat wil ik hem in ieder geval enorm bedanken voor die video. Vind ik enorm vet dat mensen dat voor mij willen doen.
En daar ook gewoon zoveel tijd in steken, want het ziet er echt enorm moeilijk uit. Dus ik vind het echt enorm vet. En ik vraag iedereen om eventjes die video te kijken. Nou zien jullie als het goed is mijn outro en links de video is dus de tribute. Als het goed is kun je erop klikken. Als het nog niet kan moet je het even in de beschrijving zetten. Want dan moet ik nog even de annotaties aanpassen. Maar in ieder geval links is dus de video de tribute van de J&D Domino. En rechts is de video van gisteren. In ieder geval, ja, ik wil jullie gewoon enorm graag vragen om die video gewoon even te kijken van J&D Domino. Ik vind het gewoon enorm vet dat hij dat doet. En dan ga ik eventjes naar zijn video toe en wil hem gewoon even speciaal voor mij bedanken. Zodat hij sowieso weet dat ik hem daarvoor wil bedanken. En ja, tot de volgende keer. Houdoe.